Ongeveer 40 jongeren protesteerden woensdagmiddag tegen de sluiting van jongerencentrum Staddijk in Dukenburg. Het centrum gaat na tientallen jaren dicht, dat heeft wethouder Frinks besloten. Er maken volgens hem te weinig jongeren gebruik van. Hij wil de subsidie per 1 januari stopzetten. Staddijk krijgt jaarlijks €267.000 van de gemeente om de 5 medewerkers te betalen, activiteiten te organiseren en het pand te onderhouden. Jezus, Staddijk bestaat nu 36 jaar. En sinds kort hebben wij te horen gekregen dat de subsidie in 2017 niet meer gegeven wordt. We hadden een embargo afgesproken met de gemeente hierover. Dat we nog in overleg waren en dat hierover in oktober gestemd zou worden. Nou bleek dat niet het geval te zijn in de praktijk, want de buurtbewoners uit de omgeving hebben gisteren al een brief ontvangen dat het pand gaat sluiten. Dat is bij ons als stichting heel hard aangekomen. We wisten natuurlijk wel dat het college overwoog om een dergelijke beslissing te nemen. Maar we hadden altijd nog de hoop dat het college zou inzien dat er een hele grote behoefte bestaat in deze wijk Dukenburg aan zo'n jongerencentrum. Wij zijn van mening dat we nog wel even door zouden kunnen gaan als jongerencentrum. Er zit een duidelijke stijging in het aantal activiteiten en jongeren dat we binnenhalen. En wij zijn ervan overtuigd dat dat ook nodig is voor de jongeren uit Dukenburg. De gemeente heeft besloten om de subsidie te stoppen omdat zij vindt dat er te weinig gebruik gemaakt wordt van het pand dat wij van de gemeente huren. De gemeente geeft aan de stichting een bepaald bedrag aan subsidie. Van die subsidie gebruiken wij een gedeelte om de huisvestingskosten te betalen, waaronder de huur van dit pand. En de rest wordt dan gebruikt voor onder andere de activiteiten die wij ten behoeve van de jongeren ontplooien. Ik denk dat het jongerencentrum een belangrijke functie heeft doordat het jongeren samenbrengt, maar ook een veilige plek biedt binnen de wijk. Waar ze er zelf achter kunnen komen waar hun talenten liggen, hoe ze hun competenties verder kunnen ontwikkelen. En wij bieden ze de ruimte om daarmee te experimenteren en daarmee aan de slag te gaan. Dit was bij ons niet bekend, dus dit zorgde ook voor onrust in de wijk. Dat mensen zoiets hadden van waar komt dit vandaan en hoe zit dat nou? Gezien wij ons wel aan het embargo hebben gehouden, hebben we ervoor gekozen om de jongeren en de buurtbewoners in eerste instantie niet in te lichten. Maar we hebben vandaag toch de meeste buurtbewoners te woord gestaan en jongeren. Om iets meer uitleg te geven, ook vanuit onze kant van de organisatie. Om ervoor te zorgen dat het allemaal zo vlekkeloos mogelijk gaat verlopen, hopelijk. Ik denk dat het echt enorm zonde is als dit besluit voortgezet gaat worden. Omdat ik vrees dat heel veel jongeren daarmee niet de kans krijgen die voorgaande generaties wel hebben gehad door middel van het jongerencentrum.